hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Waard aan Tafel. Het tweewekelijkse programma over cultuur, sport, politiek en actualiteit. Mijn naam is Margot Cusé en vanavond doe ik het samen met Nico Dullaert. Nico, wat gaan we doen vandaag? Nou, we hebben een heel afwisselend programma, gelukkig met heel veel muziek ook nog. Maar we beginnen natuurlijk, en wat heel belangrijk is, met het bezoek op 21 februari van het Koninklijk Paar. Ja, en daarvoor zit aan tafel wethouder Lavinia Sleeuwenhoek. Is het goed als ik je noem? Tuurlijk, natuurlijk. Oh, helemaal goed. Lavinia, je bent wethouder, als ik het goed heb begrepen, van Sociaal Domein. Ja. Even voor de kijkers, wat houdt dat in? Als we kijken naar het Sociaal Domein, dan valt daar bij mij onder de WMO. Dus de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dus daar zou ik hulp en begeleiding, maar ook de hele samenleving, de verenigingen, de stichtingen. Die vallen eigenlijk allemaal in het stukje samenleving bij mij in de portefeuille. We hebben nog een stuk burgerparticipatie. Dus zijn de mensen die zelf iets willen ondernemen in onze samenleving. En daarbij het stukje dienstverlening. En dan moeten we denken bijvoorbeeld aan het opnemen van de telefoon. Maar ook aan het klantcontactcentrum, de paspoorten, de rijbewijzen en alle andere formulieren en vragen. Die culturele activiteiten, dat past natuurlijk eigenlijk het programma De Waard aan Tafel heel, of sluit dat heel goed bij aan, hè? Ja, want je ziet het vanavond, we hebben een heel vol programma met hele leuke activiteiten om te laten horen en te laten zien. Maar we gaan het hebben over 21 februari, ja. Over 14 dagen. Wordt spannend. Het al spannend? Ja, ja spannend. Ja. Wel ontzettend leuk. Wat ga je, wanneer komen ze eigenlijk aan? Want ze komen 21 februari aan. Waar komen ze aan? Ze beginnen in Krimpen aan de IJssel. Het is een bezoek aan de hele Krimpenerwaard en daar hoort Krimpen aan de IJssel, is daar een onderdeel van. Daar starten ze en daar hebben ze de eerste gesprekken. Ook een beetje over de herindeling van wat heeft dat nou voor gevolgen gehad. En met wie hebben ze die gesprekken? Gesprekken met de burgemeester. Van zowel Krimpen aan de IJssel als onze burgemeester Roel Casimir. En uiteindelijk gaan ze dan vanuit daar gaan ze de Krimpenerwaard in. En, maar bezoeken ze eigenlijk alle plaatsen in de Krimpenerwaard? Nee. We hebben een aantal plaatsen bezoeken ze. Die selectie is ook al gemaakt. Die is vooraf gemaakt. Hebben wij ook als gemeente geen invloed in. Het was van hier is het en dat gaan we doen. Regel het vooral. Heb je ook wel invloed op die dag? Want als ik goed begrepen heb, is het een werkbezoek. Ja. En wat houdt eigenlijk als je een werkbezoek hebt en of een ander bezoek? Wat houdt dat dan precies in? Een werkbezoek is vooral kijken naar de samenleving. Dus ze komen vooral kijken naar wat er daadwerkelijk allemaal gebeurt. En ja, op het anders is het echt een koninklijk bezoek. Zoals bij Koningsdag of andere dingen. Waarbij het dus heel belangrijk is van de foto's en wat er allemaal gebeurt. Maar dit is puur kijken wat nou de mensen drijft en wat er nou gebeurt in de samenleving. Oké. Okay. Ben je zelf betrokken ook bij de voorbereiding of ben jij gewoon die dag aanwezig? Het is geblokt in je agenda. Het is geblokt in de agenda, maar ik mag ook betrokken zijn bij de voorbereiding op bepaalde onderdelen. En dan is het vooral de kracht van de Krimpenerwaard. Dus de kracht van onze samenleving. En daar, in dat stukje van het programma, heb ik mee mogen draaien, mee mogen denken. Oh, wat goed. Leuk. Dat is erg leuk. Ja. Ja. Kun je ons nog wat meer vertellen over het verloop van dat werkbezoek? Nou, vanuit Krimpen aan de IJssel gaan ze over de IJsseldijk richting Gouderak. Daar gaan ze de Appelboomgaard bezoeken en ook kijken naar de natuurontwikkelingen die daar plaatsvinden. En vanuit daar gaan ze naar Berkenwoude. En in Berkenwoude vinden er een aantal gesprekken plaats. Daar hebben we een vijftal gesprekken. De een is met ouderen. Mm-hmm. Van wat betekent het nou om ouder te worden in de Krimpenerwaard? En dan vooral ook in de kern Berkenwoude. Waar je eigenlijk geen faciliteiten hebt. Geen winkels. Wel huisarts, maar wat dat betreft geen winkels en dat soort dingen. Van wat betekent dat nou? Wat dat heeft tot gevolg? Maar ook over vrijwilligers. Drie verschillende soorten vrijwilligersorganisaties gaan in gesprek. Afzonderlijk met één met de koning en de ander met de koningin. Ook spannend voor hen. Voor hen ook heel erg spannend. Daar werd natuurlijk al de vraag gesteld van, goh, kunnen we niet ruilen? Want iedereen wilde de koningin. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Mm-hmm. Daarna gaan we door met statushouders en vluchtelingen. Van wat betekent dat nou hier? Hoe is dat hier geregeld? Hoe is het vooral met taalmaatjes en taalcoaches? En wat betekent dat? En dat allemaal vindt allemaal plaats in Berkenwoude. Dat vindt allemaal plaats in Berkenwoude. In cultureel centrum? De Zwanen. De Zwanen, ja. En daarna nog een gesprek met jongeren. Van een jaar of 15, 16. Een 5-6-tal uit de Krimpenerwaard. En een 5-6-tal uit Krimpen aan de IJssel. Die gaan met elkaar aan tafel. In gesprek met beide de koning en de koningin. Over ja, wat betekent het nou om 15, 16 jaar te zijn. En wat ga je nou uiteindelijk doen?
op het moment? Blijf je in de Krimpenerwaard? Ga je studeren? Wat zijn je ideeën? Waar loop je tegenaan? Kan je een beetje uitgaan hier? Ja, want als je naar Berkenwoude kijkt, dan zie je dat en voor de ouderen niet heel veel is, maar ook voor de jongeren. Nee. Is eigenlijk Berkenwoude het kleinste deel van de Krimpenerwaard? Nee, gemeente, tenminste de oude kern Vlist. De kern Vlist is de kleinste, het is rond de 600. En Berkenwoude is zo rond de 1500 inwoners. Ja, oké. Maar ja, dat is, allebei hebben gewoon zeer weinig faciliteiten. Maar nog eventjes terug, want ze gaan met een bus over de dijk heen, heb ik begrepen. Gaan ze überhaupt de hele tour met de bus doen? Ja. Ik heb er namelijk wakker van geleken dat ik dacht, hoe gaan ze in hemelsnaam in Berkenwoude? Nou, ze hebben de bus, een eigen bus, hebben ze. Oké. Want ik weet dat er nogal met die bruggen daar wat dus met de auto wat hebt. Of het nu niet te lang moet zijn, want anders dan blijft de bus hangen. Ja, daarom. Ja, nee, maar er wordt allemaal naar gekeken. Er wordt allemaal uitgemeten en getest. En... Ja, maar er is heel veel beveiliging natuurlijk ook bij. Een heel beveiligingsproject wat er omheen hangt. Ja. Gaan ze dan van tevoren ook die route al helemaal rijden? Volgens mij wordt er met de bus wordt de route al getest. Oké. En dan met een soort namaak... Alexander en Maxima erin misschien, koningin en koningin. Ze zullen er verder waarschijnlijk niemand in zetten, maar wel goed kijken of de bus inderdaad overal kan komen en waar ze tegenaan lopen onderweg. Ja, want het is eigenlijk wel een heel mooi programma, want zelfs tijdens die busreis van Krimpen naar Gouderak gaan ze zelfs praten over die dijkvernieuwing en wat daar allemaal is. Dus dat is wel eigenlijk heel bijzonder dat je echt constant, heb je elk plekje waar ze komen, zijn daar weer mensen die met ze praten en die ze eigenlijk... gewoon helemaal goed laten weten wat de Krimpenerwaard is. Ja. Mooie promotie van de Krimpenerwaard. Het is een hele mooie promotie. Eenmalige kans dit natuurlijk. Hè? Dus die moeten we met z'n allen pakken. En een mooi programma staat er. Hadden ze gelukkig inderdaad ook al hoofdzakelijk voor ons bedacht. Het enige waar we een beetje mee konden denken van nou wat voor vrijwilligers. En welke mensen zet je nou in gesprek. Wat zijn nou de onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. En zo is het programma tot stand gekomen. En uiteindelijk gaan ze vanuit Berkenwoude ook nog door richting Bergambacht. Een bedrijfsbezoek. En dat was het programma voor de hele dag. Ja, van hoe laat tot hoe laat? Want hoe laat arriveren ze in Krimpen? Volgens mij rond een uur of 9:30. 9:30 tot? Tot een uur of 3. Zo, best wel laat. Dus, best wel lang. En dan toch met je alles erop en eraan. Je moet er zelf goed uitzien. Want iedereen dat Maxima ziet, of koningin Maxima ziet natuurlijk zelf altijd een plaatje uit. Ja. Dus iedereen opgetut en wel gaan ze de dag door. Ja, maar er wordt wel gezegd aan alle kanten... Geen kledingvoorschrift. Mensen, wees jezelf. Dat is belangrijk. Want dat is wat we willen zien. We willen ook niet alleen maar de leuke dingen horen, wat er allemaal goed gaat, maar ook waar lopen jullie nou tegenaan? Waar loop je tegenaan als vrijwilliger? Waar loop je tegenaan als ouder? Vertel gewoon de waarheid, want dat is wat we willen weten. Ja, daar dat is echt... Er is ook nog een informeel gesprek in de oude gemeente, of tenminste in het gemeentehuis hier in Bergambacht. Na afloop, of is dat voordat de fabriek bezocht wordt van de liften? Nee, eerst gaan ze naar autoliften en daarna gaan ze door. Dus na informeel in Bergambacht nog afsluiting. Hoe lang gaat dat duren? Dat is heel kort. En zijn er gasten voor uitgenodigd of zo? Mensen die daarvoor... Nee. Want hoeveel gasten rekenen jullie zo'n beetje op? Of hoeveel mensen dat daar die dag dan de koning en koningin kunnen we ondervragen, zeg maar? Nou ja, we hebben natuurlijk een select gezelschap. Vooral bij de Appelgaard is echt een heel select gezelschap. Ja. Van inderdaad een paar boeren. Bij Autolift zitten een aantal bedrijven die daar aansluiten. En dan hebben we het middenstuk in Berkenwoude, waar ze dus die 5 gesprekken hebben. En die mensen krijgen een persoonlijke uitnodiging. En alleen die mensen zijn ook echt van harte welkom. En de rest houdt de beveiliging echt aan alle kanten tegen. Oké. Het zal een spannende dag worden. Het is een spannende dag, maar het is wel ontzettend leuk dat wij als Krimpenerwaard natuurlijk op deze manier op de kaart komen. Ja. Dat allemaal zeker, ja. Dat is het belangrijkste. Ja, absoluut. Nou, we wensen in ieder geval jullie een hele fijne dag. En ik heb alleen begrepen dat ook wat mensen van het college er niet bij mogen zijn. En die het wel heel erg teleurgesteld zijn. Of, In zoverre, je zit heel erg aan het programma vast. Kijk, ik mag absoluut niet in gesprek. Oké. Die mensen gaan in gesprek. Mijn enige taak is om de mensen op te vangen die we uitgenodigd hebben. En te zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomen. En verder ben ik niet meer dan decoratie. Oké. Meer als decoratie hoor. We zullen in ieder geval hopen dat het goed weer is. Vooral door de buurt heen rijden met de bus. Schitterend als het mooi weer zou zijn. Dat zou geweldig. Nou, we wensen in ieder geval heel veel plezier die dag. Geniet er gewoon van. En het komt gewoon goed. Dat weten we zeker. Dankjewel Lavinia. Hartelijk bedankt.
Nou, het kan nog een dag worden. Maar dat moet wel natuurlijk door die buurt heen met die bus. Dan vanuit Gouwerderak naar Berkenwoud is toch eigenlijk wel een beetje een buurtje dat je denkt van nou, hier kan je toch niet te breed zijn? Daar had ik de angst eigenlijk ook wel een beetje voor. Want daar lag ik van wakker eigenlijk. Want zelfs vanaf de provinciale weg is het al met bruggen al dat je denkt met je auto, niet heb dat. Jij daar wakker van gelegen? Nou, een beetje maar. Okay. Komt goed. Goed, volgende gast. Welkom, John Anders, de zingende schoorsteen. De zingende schoorsteen uit Stolwijk. Hoe lang al zingen de schoorsteen? Dat begon vroeger al met Heintje Simon, hè. Ik bouwde een slos en Omaatje Lief. Okay. En dan kwam mijn oma op visite, ging ik op de schoot zingen. Zitten begon ik een lied te zingen, Omaatje Lief. En dan zei mijn broer, zus een slijmbal. En dan keek ik op de piekie, maar die had ik. Ja. Zo ging het, ja. Dus ik doe het al heel lang eigenlijk. Maar in ieder geval het serieuze gebeuren zo gezet. Dat is begonnen zo, kijk eens, rond 78, 81... En in 1986 heb ik mijn eerste live optreden gehad voor een band in Almere. En toen stond ik met knikken de knietjes, zeg maar. En vanaf dat moment had ik zoiets van wauw. En dan krijg je een soort kick en dan begint het, hè. Je wilde er nog mee verder? Je wilde er nog meer? Ja, maar luister, ik ben al totaliteit, ben ik al 48 als ik in de schoorsteenrij van mijn kindjaar af. Ja. En ik heb het altijd eerlijk gezegd, als ik dus met de microfoon mijn centjes zou kunnen verdienen. En ondanks mijn werk met alle plezier doet, dan zou ik toch nog steeds maken. Ja, dat is niet aan de orde, of althans, dat is niet te realiseren op zo'n manier? Ja, je hoopt het. Ja. Je weet, ik ben natuurlijk nu met een nieuw repertoire bezig en ik heb nieuwe liedjes gemaakt. En je hoopt dus altijd als amateurartiest zijn, maar hoop een keer een succes te boeken. Ja, ja. Schrijf je zelf je liedjes? Nee, de liedjes die ik had zo gezegd, die heb ik al, niet overdreven, denk ik, van 1996 tot 1997 lag het op mijn kistje. En al die jaren niks mee gedaan. Okay. Ik heb diverse liedjes en ik had vroeger was Frances White, dat was een tekstschrijfster zo. Die vrouw schreef altijd liedjes voor me. Ja. Ja, dat meestal ook hoog bejaard inmiddels. En dus een aantal maanden geleden zei ik tegen mijn vrouw, ik zei, joh, ik ga toch weer wat doen. Ja, want ik kan het gewoon niet laten. Dus zo gedoen, ik heb mijn trommeltje gepakt met al mijn oude teksten. Ja. En ik ben de studio toe gegaan en dit is weer het nieuwe resultaat. En nu een CD-revival. Nou, ik begin dus, ik heb vier nieuwe liedjes gemaakt. Ja. Ik begin dus met een singlepresentatie. Het eerste liedje komt uit, dus een zomerliedje. En die wordt dus volgende week, de 17e februari, in het cultuurcentrum met kwartier in Stolwijk, heb ik daar die singlepresentatie. Okay. Dus met deze mensen, iedereen die vrij hebt, het is gratis toegankelijk. Dus kom gezellig even kijken en luisteren. Is dat nog een speciaal iemand die dat aan jou uitreikt? Of ja, dat is dus in ieder geval dus Melge Rietveld, dat is de man van de studio. In dit geval zit hij nou in Laren. Okay. En met hem ben ik de opnames doe ik zo gezegd. En die ken ik al minstens 30 jaar, of die langer is. En die doet dus mijn uitreiking. Ja, dat is natuurlijk ook heel vertrouwd. Hè? Als je dan iemand in de studio hebt en die al 30 jaar kent, dan maakt het ook vertrouwd om samen te werken. Dan gaat het wat makkelijker. Het werkt gewoon prettig. Ja, kijk, als je elkaar jaren kent, kijk, als je in een nieuwe studio komt, je kent elkaar niet. Dus je weet helemaal nog niet wat je aan elkaar hebt, zo gezegd. En als je elkaar kent, hij weet hoe die van zingen zijn. En heb ik toch iets dat ik denk, Melvin moet ik dat beste doen. Dan komt hij even naast me staan, dan zit hij of zo, hup, dat pakken we zo. En dus maar ik zing heel makkelijk en dat scheelt. Als jij in de studio komt, is dan de muziek al klaar? Of zitten er mensen die dan de muziek gelijk maken? Hoe gaat dat in zijn werk? Nee, je begint, je komt gewoon met een stukje papier, kom je aan, zet een tekst zo gezet. Okay. Ik zeg, als je die vier een nieuwe tekst wil, dan moet een orkestband bijgemaakt worden. Ja, en die gaat dus achter zijn keyboardje zo. Sorry. Achter zijn keyboardje zitten. Even lekker, ja. Even lekker tikken, hè? Ja, sorry. Nee. Achter zijn keyboardje zitten. En dan even later kom je, zeg maar, 14 dagen later lopen de studio in. En dan zit hij naar luister eens. Okay. En dan sta je versteld hoe snel iemand die tekst of die muziek erachter kan zetten. Die er dan bij zoekt wat een beetje dan. Hij heeft er oren naar. En dat is het wat ik nu zeg, het vertrouwen wat je elkaar hebt. Ja. En je weet gewoon, ik heb nog een aantal liedjes. Ik heb nog een paar hele mooie teksten liggen. Nou ja, mocht een van deze vier teksten of de liedjes die ik nu gemaakt heb een succesje worden, dan komt er zo en zo weer vervolg. Ja, okay. En dan komt er misschien elk tussen nu en een half jaar, misschien een jaar weer een album uit. Ja. Maar jij zegt ook als het succesje, maar ik denk dat je toch wel een schare fans hebt. Ja, natuurlijk, ik ben de zingende schoorsteen. Kijk, iedereen kent ons een beetje. Ik blijf altijd een beetje bescheiden op dat punt, natuurlijk. Want het is niet alleen zingende schoorsteenveger, van dat we in de regio je kennen, maar we kennen je ook van tv. TV, ik heb natuurlijk, dat is nu 8 jaar geleden, wat betreft is nu 27, dat was 19. En toen ben ik samen bij X-Factor. En dat was de eerste, waren dus in totaal, even meen, 14.000 aanmeldingen. Ik ben bij de laatste 36 eindigd. Ja. Dus dat is heel netjes. Ja, en 2 jaar geleden heb ik meegedaan met bloed, zweet en tranen.
Wat de kijkers niet weten, ik heb daar 9 beurten lang op de hotsit gezeten bij Gerard Joling. Het langste van alle kandidaten. Ja, okay. Dus het is dan nog een raadsel waarom je eigenlijk niet meer eventjes ertussen uitgeplukt bent met zondag gaat leuk ja. door. Ja. Dus dat snap je op en toe niet. Ja. Nou ga je straks voor ons wat liedjes zingen. Ja. Maar je zingt niet van je nieuwste cd. Wil je dan echt nog geheim houden, zeg maar. Nou, niet geheim houden, niet alleen natuurlijk. Maar hij wordt eventueel de 16e is hij dus gaat hij op de releaselijst. Ja. En vanaf de 17e kan je bij iTunes kan je gaan downloaden. Dus ja, ik kan nu nog geen repertoire openbaar maken wat officieel nog niet... Ja, Nico die hoopte natuurlijk op een première. Ja, natuurlijk. Daar hopen we eigenlijk allemaal op, hè? Dat is niet te regelen en dat heb ik al gezegd tegen. Kijk, bij deze zou ik dus jullie ook dus willen vragen natuurlijk. Kom gezellig 17 februari naar Marveltje. Ja, dat zou ik wel kunnen. Ja, dat zou ik superleuk vinden. Ja. En dan de eerste die ik de primeur geef, dat ben jullie dan. Ja. Nou ja, wij hebben daar ook weinig of geen inbreng in. Dus nee, maar goed, deze, we willen wel. Met deze, dus in ieder geval de uitnodiging is er namelijk. Ja, oké, okay, nou dankjewel. Dankjewel. Dus, ja, en ik weet niet of ik mag laten zien in ieder geval. Kijk, tuurlijk. In ieder geval vast, ik heb als een fotootje laten maken van mezelf. Ja. Ja, geknipt en geschoren. Ja. Goed zo, ja, dat moet wel, hè. En in ieder geval, dus dat is, het hoesje zo gezegd... van de nieuwe cd. Ja. Die heb ik eigenlijk nog een leuker nog gemaakt dan deze foto. Ja, dat is echt een hele spontane foto. En dan kijken we zeggen, we leven hier natuurlijk in de Krimpende Waard. En de Krimpende Waard natuurlijk heel veel mooie molens. Ja. Ja, dus ik heb zo en zo gezegd, nou ik wil zo en zo wil ik dus een hoesfoto maken. Ja, want voor dat cd'tje zeg maar, of die single cd. Met in ieder geval iets uit de Krimpende Waard. In dit geval heb ik een hele mooie molen achter me zitten. Oké. Okay. Van 1804. En mijn vader was van 1904. Dus ik denk, nou, dat vond ik wel leuk over. Ja. De toegang is gratis. Ja, helemaal gratis. Omdat je denkt, nou, er komen er nog meer. En dan... Nou, nee joh. Ik heb meer artiestavond georganiseerd, zo gezegd. Met vrienden van me onder elkaar. Ja. En dat komt altijd gewoon een volle bak. Maar ik had nou zoiets natuurlijk. Tenslotte, ik woon nog zoveel jaar op Stolwijk. En ik vind het zo en zo leuk, ook voor de mensen. Hè, want we hebben het allemaal natuurlijk over verborgen armoede, hoe je het ook noemen wil. Ja, ja. En dan ben ik een stuk makkelijker. Dan zeg ik, joh, weet je, ik heb tegen het aan het kwartier gevraagd, joh, ik wil graag mijn singlepresentatie voor jullie doen. Ik doe gewoon vrij toegankelijk. Dus de mensen hoeven mij niks te betalen. Dus iedereen die zegt, wat ik zeg, die heeft een avondje of een uurtje vrij die avond. Vrijdag 17 februari. Dus iedereen is hartelijk welkom. Maar het is ook echt jouw avond. Er komen geen vrienden zingen, zeg maar. Ja. Oh, die komen ik ook. Zo heb ik dus mijn eigen dochter Suzanne. Mm-hmm. Dus met haar doen ook dat X-Factor weer gedaan. En dat is een type die niet op mijn eigen dochter is. Maar die heeft echt een wereldstem. Het is nog jammer dat ze weinig mee wil doen. Want het is dan voor haar vraag Ilse de Lange of je vraagt Anouk. Dat country gebeuren. Dat meisje besnikkende stem zitten. En een loepzuivere stem. Vanmiddag liep ik me... Ik noem het ook mijn hok binnen, waar mijn geluid staat, waar ik altijd oefend. En toen was ik weer met een Franstalig nummer bezig. En dan lopen de rillingen over mijn lijf. En zo goed, hoor hier zo een mooi. Trotse vader. Ja, maar zo is het wel. Ja. Maar we hadden het over die vrienden die allemaal opkwamen trainen. Ja, dus zo en zo. Ik heb dus een hele goede vriendin van ons, dat is Maya. En ik heb Steef. En ik heb dus mijn dochter uiteraard en ikzelf. Ja. Leuk programma. Ja, dat was zeker een mooi programma. Dus 17... 17 februari, de zaal gaat om 7 uur open en 8 uur begint het programma. Okay. En het is van 8 tot een uur of 12 zo'n beetje. En dan maken we gewoon een gezellig avondje van. Nou, we zullen hopen voor jou en voor alle mensen die er mee komen, dat er volle bak mag worden. Ik wens je heel veel succes, heel veel plezier met de uitreiking van. En dat er heel veel verkocht mogen worden. Niet alleen op die avond, maar zeker gaan ervoor, voor de rest. En we gaan één ding spreken af. Als dit nou een succes wordt, zo gezegd, dan zorg ik tot hier een ding op staan. En dat is het deal. Nee, dat is deal. Dat staat er. Dankjewel. Dankjewel. En we horen je zo. Dankjewel. En we gaan straks gaan we natuurlijk horen. En dankjewel dat je er was. Bij deze. Ja. Dankjewel. Okay. Nou, we gaan straks hier wel luisteren hoe dat allemaal klinkt. En we gaan dan er gewoon een feestje van maken. Ja, natuurlijk. Dat doen we toch altijd? Dat komt helemaal goed. We gaan nu naar een heel lekker onderwerp. Dat ligt er maar aan. De een vindt het wel. En al, ander wat, niet? Er zijn er bij, er zijn er ook bij. Die hebben liever een frikandel of een bamihapje als een stukje chocola. Ja, eerlijk is eerlijk. Nou, Nico, de meeste vrouwen houden toch echt al van chocola. Ik had het niet over vrouwen. Ik had het over... Allemaal. Ja, iedereen. Maar ook, ik ken ook heel veel mannen die van chocola houden. Maar goed, we gaan naar Oudekerk aan de IJssel. Ja, we gaan naar Oudekerk aan de IJssel. En aangeschoven zijn Marjan en Luc Schapen. En die zijn namelijk van de Berenkuil, de chocolaterie, patisserie De Berenkuil uit Oudekerk. En mijn eerste vraag is eigenlijk, naast het welkom dat je hier bent,
De berenkuil. Ik kom zelf uit Schoonhoven. Ja. En ik krijg vanavond ook allemaal namen voor me. Dat ik dan denk, oh, wat leuk. Maar waar komt de berenkuil vandaan, die naam? Nou, we zijn al 22 jaar geleden begonnen. En naam verzinnen vonden we lastig. Toen dachten we, nou, beren lekker, beren leuk, beren gezellig. We zitten onder aan de dijk in een kuil. Vonden wij... ja. Nee, het is gewoon puur, vonden we grappig. Nu zouden we het heel anders doen, maar... Ja, maar nu kan het niet meer, hè? Nee, en onze zoon die gaat het in een deze jaren overnemen. En die zegt, ik wil de berenkuil houden, want daar zijn we heel bekend mee geworden. Ja. Dus hij zegt, dat vind ik leuk. Nou, prima. Hè? Ja, en we gaan het straks hebben over het winnen van die prijs. Dus dan moet je helemaal niks aan die naam gaan veranderen. Nee. Maar mag jij vragen, van Luc misschien leuk, want jij kan misschien iets over de geschiedenis vertellen. Want je moeder zegt al van 22 jaar geleden zijn we begonnen. Ja. Hoe oud ben je zelf, als ik vraag mag? Ik ben net 18. Oké, dus je was nog net niet erbij toen het eerste begin er was. Nee. Maar weet je iets over de geschiedenis te vertellen van de berenkuil? Nou, van het begin niet heel veel. Meer van toen ik zelf klein was, dat ik toen al zelf heel veel aanwezig was in de winkel. Ik wilde alles ontdekken. En daarom ben ik ook gelijk... Na de basisschool wilde ik eigenlijk niks anders meer. Ja, toen ging ik me echt meer verdiepen in de chocolade en de bakkerij. Ja, maar met het van de winkel. Ja, ik vind alles superleuk, maar ik kan niet heel de geschiedenis vertellen. Nee, dat geeft helemaal niet. Veel gesnoept als kind in de winkel? Of valt het mee? Ja, altijd voorproef. Voorproeven wat wel lekker is. Ja, ik ken uit mijn geschiedenis. Mijn ouders hadden een supermarkt en die gingen dan chocolaatjes met kerst moesten verpakt worden. En dan gingen we toch wel aardig wat chocolaatjes bij mijn zus en bij mij. Hele kant niet in het zakje namelijk. Ja. Wat kun jij vertellen, Marjan, over de geschiedenis? Want je zegt 22 jaar geleden, de berenkuil. Nou, toen we begonnen, toen hebben we 3 maanden gedaan over ons pand verbouwen. Alles stond open en er werd langs ons pand gereden en zei, nou stop maar hoor, het wordt toch niks. Okay. Dus dat gaf niet veel moed. En nou, met het jaar zijn we eigenlijk groter geworden. Nog steeds elke week nieuwe klanten. Mensen die ons nog steeds ontdekken. En Want heb je altijd iets met chocola gedaan? En, of is daarna pas die patisserie erbij gekomen? Of is het gelijk? Sinds nu een half jaar pas. Sinds nu een half jaar pas? Ja, dat is luxe plant. Oh, dus, dat is jouw afdeling. Ja. Dus wij van ons hoefden dat niet. En we hadden zoiets, maar we willen hem wel een kans geven. Nou, en toen hebben we de boel helemaal verbouwd. En het loopt gelijk alweer goed. Ja, leuk is dat. Ja. Ja, want ik heb begrepen van mensen uit mijn omgeving van dat jullie werkelijk alles kunnen maken, of bijna alles kunnen bijna maken alles, met wat voor wens je hebt. Of dat nou van een muzikant is, of een sok, of wat dan ook. Wel een combinatie dan met marsepein, want we hebben niet overal de mogelijkheden voor met chocola, maar dan is er altijd weer iets anders te verzinnen met een combinatie van chocola en marsepein. Ja. En over chocola gesproken, kijk, want ze staan op tafel. Ja, ik zie het. Ja, we zijn verwend vanavond. En chocola en wat hartigs. Dank je wel daarvoor. En dan gaan we over eigenlijk, want je hebt de prijs gewonnen. Dat ging natuurlijk over de ondernemersprijs Midden-Holland. En dan voor de detailhandel en de horeca. Ja. Verrast? Ja, absoluut. Ja. Je wordt door een voordrachtscommissie zijn we voorgedragen. Uit de honderden zijn we gekozen. Heb je jezelf op moeten geven? Nee. Okay. Op een gegeven moment kreeg ik een e-mail van, joh, wil je meedoen met de ondernemersprijs Midden-Holland? En dan moest ik een vragenlijst invullen. Nou, je geeft overal eerlijk antwoord op en dan... krijg je ongeveer 6 weken later uitslag van je bent het geworden. 1 van de 3 dan, uit honderden. En toen moesten we met 3 van de ondernemers van midden- en kleinbedrijf, ondernemers detailhandel, moesten we naar Gouda, naar de Schouwburg. Ja. En daar werden we nummer 1, dus was toch leuk. Dat was heel leuk. Je zit in de zaal. Had je gelijk al nerveuze tijd toen je de zaal al binnenkwam of van tevoren thuis? Nee, wij vonden het al goed zo. Het is leuk als je 1 wordt. Als je genomineerd wordt. Ja. En we doen allemaal ons best en wij hebben zoiets van het is natuurlijk super als je 1 wordt, maar gewoon dit was al een beloning. Ja. Er waren heel veel ondernemers uit de Knippenwaard, geloof ik, hè? Of een aantal die genomineerd waren voor de prijs. Ja, klopt. En die was dan ook voor midden- en kleinbedrijf. Ja. En de Autoliften deed dan ook mee, maar die had dan alleen de nominatie dan. En Jan Dros uit Schoonhoven. Die zat bij ons in het... Voor een Knippenwaard voor Midden-Holland. Dat is echt absoluut een... Vandaar dat de koning en koningin komen natuurlijk. Ja, niet bij ons. Reis niet langs. Nee. Ja, de dijk. Toch maar met die bus. Ja, over de dijk met de bus. Oké. Wat ik wilde vragen, je hebt de oorkonde meegenomen. Ja.
Die kregen je in ontvangst? Ja. Dus en wat, mag ik vragen, wat voor invloed heeft dat bij jullie gehad, gelijk in de dagen daarna? Nou, Facebook, daar werden we helemaal over beladen met leuke felicitaties. Heel veel bloemen. Een klant kwam met een pakje stroopwafels, wijn. Oké. Meer klanten. Ja, het wordt weer uitgebreid, je klantenbestand, omdat je gewoon... ze hebben daar weer een prijs gewonnen. Het zal wel goed zijn. Ja, ja, ja. Of ze zal het wel goed doen. Nou, daar gaan we naartoe. Dus, en dat is echt dat heel leuk. Is fantastisch. Ja, ja, ja. Maar Luc, we gaan even weer terug naar jou. Van, zit je ook in een opleiding om verder te gaan? Nee, ik ben nu een jaar geleden afgestudeerd. Oké. Ik heb altijd in België op school gezeten. En daarna ben ik, na het vierde jaar ben ik daar gestopt. En toen heb ik 3 maanden in Nederland op school gezeten en daar heb ik toen mijn diploma gehaald. Diploma voor? Zelfstandig banketbakker. Oké. Okay. Wat is je favoriete item om te maken? Heb je iets dat je zegt van nou, daar kan je me nou echt midden in de nacht voor wakker maken? Misschien moet je midden in de nacht wel wakker zijn, maar het is meer dat als je slaapt en dat je zegt van je maakt me wakker en als ze aan jou vragen, we willen iets maken wat jou aan het hart ligt. Wat vind je dan het mooiste om te maken? Nou, het mooiste vind ik als ik gewoon nieuwe dingen kan bedenken. En die dan, dat ik die dan aan de mensen kan laten proeven, laten zien. En dan, om die dan ook te verkopen. En dat mensen daar ook heel blij van worden. Ja, daar kan je mij het best wakker voor maken. Zijn er nog nieuwe dingen te ontdekken dan, in dat wat je doet? Ja, hoor, er is genoeg. Er zijn genoeg smaken. Hoor, combinaties daarvan. Ja, bijna alles kan je combineren. Ja, ja, ja. Alleen het kost tijd om het goede bij elkaar te krijgen. Laat je de klanten dan vaak iets proeven of is het alleen maar in huis bij de familie? Eigenlijk alle twee wel. Ook gewoon goede kennissen of andere vakmensen die ik dan goed ken. Daar laat ik het dan aan proeven en vraag ik wat vinden jullie hiervan? Hoe heet het? Of ze vinden het wel lekker, of de keuze is snel gemaakt, of ze vinden het niet lekker, Of ze hebben tips. Ja. Nou, je moeder is echt helemaal te glunderen. Is het de bedoeling dat hij later ook de zaak over gaat nemen? Ja. Ja? Dat wilde hij ook heel graag. Maar voorlopig blijf je toch zelf nog, hè? Voor ons is het absoluut leuk. Absoluut geen mist. Maar hij wil het wel heel graag, hè? Ja. Ja, als je nu nee zegt, dat gaat niet, hè? Nee. Je moet ja blijven zeggen. Ja. Nou, ik vind het onwijs leuk om jullie ontmoet te hebben. Leuk, ja. En mijn man kent jullie al, maar ik ga nog zeker een keertje langs in Ouderkerk aan de IJssel. Want ik ga het straks natuurlijk proeven. Jij niet, hè? Jij had liever die frikandel, geloof ik. Hartig maar de kaas. Nee, ja. Nee. Dankjewel voor dat jullie er waren. En heel veel succes. En geniet nog maar gewoon lekker van die prijs. En van alles wat op je toe afkomt. Dankjewel. Goed, graag gedaan. We gaan straks... straks gaan we naar hele andere zaken. Ja, we gaan... We gaan eerst even wat zingen, maar denk ik. We gaan straks even... Ja, natuurlijk. Straks gaan we met de IJsselzangers een praatje maken over het over hun... en we gaan even kijken en luisteren naar het naar hoe John het doet. De zingende schoorsteenveger, hoe die een optreden gaat verzorgen. Speciaal voor ons hier in de tv-studio van RTV Krimpenwaard. Succes, John. Ja, goedenavond allemaal, dames en heren. Ik ga op mijn manier ook een kasteentje bijdragen. Het eerste nummer, Zomaar Herinnering. Zomaar, het is voorbij die mooie zomer. Dat wij gelukkig samen waren en zo hielden van elkaar. Dromen, het blijven altijd mooie dromen. Zo laten we samen alles deelden, maar het sprookje is voorbij. De golven namen ons verlangen mee op een zoektocht naar het geluk. Wij hebben de liefde nooit ontvangen, maar die zomer komt
voor ons niet miste. Zomer, het is voorbij die mooie zomer, dat wij gelukkig samen waren en zo hielden van elkaar. Dromen, het blijven altijd mooie dromen, zolang we samen alles deelden. Maar het sprookje is voorbij. Herinneringen zullen blijven. Het was de zomer van ons twee. Zoveel warmte zullen we niet meer krijgen. De zomer nam onze liefde mee. Zomer, het is voorbij die mooie zomer, dat wij gelukkig samen waren en zo hielden van elkaar. Dromen, het blijven altijd mooie dromen, zo laten we samen alles deelden. Maar het sprookje is voorbij. Dromen, het blijven altijd mooie dromen, zolang we samen alles delen. Dankjewel. Straks na afloop gaan we nog een paar nummertjes beluisteren. Ja. Maar we gaan eerst verder met de IJsselzangers. Ja, met de IJssel. Zijn, opletten, want je hebt ook de IJsselmannen. En ik kom uit Ouwekerk. En de IJsselzangers. Dus vergis je niet. Oké. Okay. Ik ga me niet vergissen. Ik heb naast me zitten Joon van der Niet, voorzitter. En Hans van Nieuwkerk. Ja. Klopt hè? Zie je wel? Ja, helemaal. Die vergissing hebben we nog niet gemaakt. Nee. Volgens mij is het vandaag de dag. Het is vandaag echt de dag. 7 februari 1992 is het koor inderdaad opgericht. Dus heugelijk om hier te zijn. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Helemaal trots op de vereniging? Ja, bijzonder trots op de vereniging. Ik denk 25 jaar als koor mag bestaan. En we vieren tevens ook het jubileum van onze dirigent. Die ook 25 jaar Everhard Zwart de dirigent van ons koor is. Zijn jullie er zelf ook al die 25 jaar bij geweest? Nou, ik niet. Er zijn 3 leden op dit moment die echt 25 jaar lid zijn. Ja. En van waaruit is dat koor opgericht? Ja, op een gegeven moment krijg je soms een groepje mannen bij elkaar die zeggen, ja, het zou best leuk zijn om een koor op te gaan richten bij elkaar. En 6-7 mensen zijn gewoon op een avond bij elkaar gaan zitten. En dat krijg je een beetje kringwerk. De een vraagt de ander mee, het komt in de publiciteit en zo groeit het en zo gaat het. Hè. De een neemt de vriend mee, de ander neemt de kennis mee. Zo ben ik er zelf ook opgekomen. Mannen doen niet zo makkelijk die stap om te gaan, maar als kennis zegt je moet meegaan. Ja. En je bent er één keer, ga je nooit meer weg. Nee, het is of je blijft kort of je blijft gewoon heel lang. Ja, en in jullie geval blijven heel lang. Ja, daarom. Ja. Hoeveel leden zijn er ongeveer op dit moment hebben wij 23 leden. En het concert, dat wordt erg leuk. Dat geven wij dan met 12 of 13 gastleden erbij. We hebben de oud-leden uitgenodigd om mee te komen zingen. Oh, wat leuk. Dus er staat een stevig koor van een kleine 35 zangers. Ja, dat moet ook wel, hè? Want je hebt een soliste erbij zitten. Ja. Dan moet je wel een beetje tegenhangen eigenlijk hebben. Ja. Daar zijn we echt heel trots op dat we deze avond samen met Tania Kos mogen vieren. Niet de eerste, de beste. Nee. En ja, een fantastische mezzo-sopraan. En ja, die ook op een gegeven moment er ook een stukje voordracht heeft. En ja, ontzettend mooi kan zingen. Ja. Samen ook met het koor. Hè? Samen met het koor. Ja. Ik ga even naar Hans, want die gaf aan. Als secretaris ga ik er gewoon naast zitten. En ik zeg lekker niks, maar we gaan ook aan jou het vragen. Mag ik vragen, heeft het concert, heeft het ook een thema? Of is het echt
het jubileumconcert. 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 Ja. Ja. En, maar als ik nog heel even aan je kost, daar komen we zo wel op terug. Waar kennen we eigenlijk nog meer jullie vereniging van de IJsselzangers? Waar treden jullie wel eens op? Oranjeconcert. Oranjeconcert? Jaarlijks. Ja. En het Oranjeconcert, even voor de kijkers thuis? Dat is op de laatste dag voor Koningsdag. Voor Koningsdag. En dat is elk jaar. Oké, dus jullie zijn ook weer naar voren geschoven toen de koning opeens kwam. Gaat door, dit jaar 23e keer. Oh, dus dat is toen. En we hebben daar ook met behoorlijk wat goede artiesten op mogen treden. Ja. Dus, ja. En waar wordt het gedaan? Traditioneel vindt dat concert vindt plaats in de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. Okay. Maar het 25-jarig bestaan vieren we in de Ark in Krimpen aan de IJssel. Dat is eigenlijk onze thuisbasis. Dus daar repeteren we ook al 25 jaar. Op welke avond repeteren we jullie? Vrijdagavond. Ja. Oh, vrijdagavond. Vlak voor het weekend. Ja. Dus een hele leuke avond om repetitie te hebben. Zijn jullie nog steeds ook op zoek naar nieuwe stemmen erbij? Of altijd. Altijd? Altijd. Ja, ik zeg al, is het zo'n groep dat je zegt van nou, we willen wel kijken of het bij die vriendenclub kan horen. Nee, het is wel zo dat iedereen die komt is welkom, kan meezingen en die wordt vanzelf lid van de club. Het is geen besloten vereniging. Nee, het is niet. Open, van harte welkom. En maakt het nog uit qua leeftijd? Nou ja, het is natuurlijk wel de mannenkoren, het is niet meer de jongste club. Hè. De koren vergrijzen toch wel iets, maar elke leeftijd is van harte welkom. Ja, mooi om te horen. Als je maar kan zingen en wil zingen en ook het gevoel hebt om lekker mooi te zingen met elkaar. Ja. Hoe heet de dirigent? Evard Zwart. Evard Zwart is een broer van? Boudewijn Zwart? Is een broer van Boudewijn Zwart, En Boudewijn Zwart kennen we weer in Schoonhoven natuurlijk als bij haar dier. Ja. En Boudewijn is ook begeleidt ons ook op het concert 25 jaar bestaan. Oh, dus eigenlijk gelijk met, het is natuurlijk ook zijn, dat zei je ook, hè, het is ook zijn jubileum als 25 jaar dirigent. Ja. Leuk met zijn broer erbij. Dan, wat is er nog meer als begeleiding bij? Ik ga het zo over Tania Cross hebben, maar je hebt dan Boudewijn Zwart op piano. Zit er ook nog een organist bij? Arie Korte. Arie de Korte zit op de orgel. En hebben we dan nog, is dat de enige begeleiding? Of hebben we nog dat is de, ja, dat is de begeleiding. Dat is de begeleiding. En dan over Tania Cross. Nou, je zei het zelf al, het is een mooie mezzo-sopraan. Voor de kijkers thuis die Tania Cross niet kennen, we zien een foto in beeld. Maar waar kennen we haar van? Ja, u kent haar van, als ik even kijk naar, ga ik eerst even naar tv. Ze heeft daar ook een aantal optredens gehad. Ze is een paar keer in de wereld daardoor geweest. Waarin ze geïnterviewd is en deel uitmaakte van het panel en ook gezongen heeft. Ja. Daarnaast is ze volgens mij ook jurylid geweest bij Maestro. Het programma waarin bekende Nederlanders hun dirigentencapaciteiten kunnen tonen. En ze is dus een, iemand die gewoon de, zeg maar de opera breder wil brengen voor een breder publiek en heel toegankelijk maken. En dat doet zij ook op een hele bijzondere manier, op ook een hele spontane manier. Hebben jullie al met haar gerepeteerd? Sorry, hebben jullie al met haar gerepeteerd? Nee, dat gaat deze week gebeuren. Oh, deze week? Ja. Dat is een soort spannend. En eigenlijk vandaag al de officiële verjaardag eigenlijk. Ja. Ja. En dan ook nog de repetitie, vrijdag neem ik aan, met Tania Cross. Ja. Oh, leuk. Je hebt een poster meegenomen van het concert. Ja, ja. Ja, laat hem maar in beeld. Want dan kunnen we dat zien. Ja, ik kan het daar zien. Ja, dan kunnen we het zien. Er wordt op ingezoomd. Want, is er veel verloop in uw koor? Nee. Want, zeg, het ledenaantal is gewoon redelijk constant. Ja. Okay. Dus het is niet in en uit. Maar de leden, als ze enkel lid zijn, blijven ze vrij lang lid. Ja. Ja, je hebt natuurlijk ook ziekte, overlijden en mensen ook wat een keer zeggen, het is mooi geweest. Ja. Want je hoort wel hier en daar dat het toch wat minder wordt. Hè? Wat de, want je hebt natuurlijk heel veel koren nou, hier. Het is zo, wat specialiseert het koor, de IJsselzangers? Het is in Nederland zo, er zijn meer dan 1 miljoen mensen lid van een koor. Er zijn zelfs schattingen van 1,5 miljoen. En je hebt natuurlijk wat koren. Je hebt natuurlijk zeg maar gospelkoren, je hebt shantykoren. Er is een enorm genre van mensen zeg maar kunnen genieten van hun hobby en wat ze doen. Nou, wij zijn in principe een oprichting, we zijn een christelijk koor. Het christelijk koor van de IJsselzangers. Maar ons genre is breed. Iedereen kan eigenlijk bij ons zingen. Als je het onderschrijft, we zingen dus wel geestelijk lied. We zingen gospel, maar we zingen ook musical. The Phantom of the Opera is een van de delen die wij op ons jubileumconcert gaan zingen met elkaar. Dus wat dat er gaat, kan je je gewoon thuis voelen. Ja, het is gewoon heel breed. Ja. Eigenlijk voor iedereen is er wel wat bij. Of als lid eigenlijk ook, dat je wat je wil gaan zingen. Ja. 17 februari is het in Krimpen, in de Ark. Ja.
Met Tania Cross, zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten te koop, ja. Absoluut. Ja. En wat is de prijs van een kaartje? En de voorverkoop €12,50 en aan de kassa van de kerk, om het zo maar te zeggen, bij de entree €15. €15. Ja. Ik wens, en Nico natuurlijk ook, wens jullie ontzettend veel succes en heel veel plezier. Ja. En dat is heel belangrijk, en aanstaande vrijdag al, want ik weet uit eigen ervaring, de voorbereidingen zijn eigenlijk nog veel leuker, misschien wel, als de avond zelf. Maar dan gaan andere mensen genieten. Precies. Dank jullie wel voor jullie komst. Hartelijk bedankt. Ja. Okay. En succes. Nou, kunnen we weer ergens naartoe? Ja, we hebben het druk, Nico. We gaan heel druk. Nou. We kunnen wel een nieuw programma beginnen met Op Pad met Maro en Nico. Nou, dat hebben we toevallig nog een beetje. Maar goed, dat is hij. Dat komt dan de volgende keer wel. Ja, nee, dat dus de volgende gast die aan tafel komen. En dan gaan we het hebben over het... Over de SVN. Wat betekent Johan Kaatsnaal? Wat betekent SVN? Nou, als je het goed gedaan hebt, moet jij het weten eigenlijk. Ja, dat weet ik ook wel, maar ik hoor het niet van jou. Oké, nou vooruit. Stichting Servicepunt Verenigingen Nederland. Wat houdt dat in? We zijn een stichting zonder winstoogmerk en we houden ons eigenlijk voornamelijk bezig met sporten en bewegen in de voormalige gemeente Nederland. We zitten eraan te denken aan andere namen, maar de kern Krimpen en Lekker Kerk achter elkaar zetten is niet echt succes voor de naam, zeg maar. Ondersteuning? Ja, we ondersteunen. Dus wij zorgen voor het onderhoud, de exploitatie en de ontwikkeling van buitensportparken voornamelijk. Ja. En dat doen we met een hele grote groep vrijwilligers. En ik ben dan de betaalde kracht. En we ontzorgen de vereniging ook. Ze zorgen dat ze, dat ze kunnen concentreren op de sport in plaats van dat ze hoeven te zorgen voor een hekje of iets dergelijks. Ondersteuning, dat wil zeggen alleen maar adviesgevend, maar niet zelf bouwen, Kees de Gruyter. Nee, het bouwen dat niet, maar dat wordt allemaal wel ondersteund weer door vrijwilligers. En er is ene meneer Dullard, doet er ook veel aan. En Henk Hooyman bijvoorbeeld, dat zijn jongens die hebben daar weer heel veel verstand van. Oké. Die hebben jullie ingehuurd of zijn die ook vrijwilligers? Dus, Johan. Ze zijn in principe ook allemaal vrijwilligers. Dus we hebben een man of 12 uit mijn hoofd gezegd aan vrijwilligers. Eigenlijk die op allerlei verschillende gebieden, zoals Kees doet aan duurzaamheid. Ja. We hebben iemand op elk park zitten, zeg maar, die een beetje de coördinatie doet met al de verenigingen. Daarnaast hebben we ook wat mensen, technische mensen hebben dan erbij. We hebben natuurlijk een voorzitter en iemand die op de centjes lest. Een penningmeester heb je erbij. We hebben een raad van advies die ons adviseert in als het over grotere projecten gaat. Want we hebben natuurlijk een aantal projecten nu lopen en ingediend bij de gemeente eigenlijk. Ja. Zoals in Krimpen aan de Lek zijn we bezig, zeg maar, samen met Dilettant. Die zijn verhuisd van de zondag naar de zaterdag, zeg maar, voor de voetbal. Dus die hebben wat tekort qua kleedruimte en zouden daar graag een verandering in zien. Dus dan bereiden wij dat voor, zeg maar. En daarnaast op het terrein in de Weidehoek in Lekkerkerk hebben we een groot project waar we bezig zijn met de waterrenner. Die zou graag een wielerbaan willen hebben. En Start die zit graag een pad verlicht, zodat ze in de wintermaanden bij het clubhuis ergens kunnen trainen in plaats van naar het industrieterrein. Hoe gaat het nou financieel dan? Waar krijgen jullie geld vandaan? Of hoe wij zijn subsidieafhankelijk. Dus wij krijgen via de gemeente subsidie elk jaar, zeg maar. En daar, dat doen we al vanaf het begin eigenlijk. En in het begin was het eigenlijk twee sportparken plus de stichting. En het is nog steeds hetzelfde geld, maar in principe doen we nu vier sportparken in plaats van twee. En we proberen dat een beetje natuurlijk slim mee om te gaan. Omdat natuurlijk gemeenschap geld Daar gaan we ook naar kijken. Want we hebben een film. Een filmpje? Ja, daar gaan we naar kijken. Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek is een stichting zonder winstoogmerk. De vier sportparken die SVN onder beheer heeft, hebben een open karakter. Ze zijn ook voor recreatief gebruik toegankelijk. Alle onderdelen in de multifunctionele parken zijn te huur voor sportief gebruik. Stichting SVN heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo wekt Sportpark Weidehoek zijn eigen stroom op met zonnepanelen. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het onderhoud en het draaiend houden van de sportparken. SVN is blij met de vrijwilligers op diverse sportparken. De stichting heeft momenteel vier buitensportparken in beheer. Sportpark Weidehoek, Lekkerkerk,
heeft een beachvolleybalveld, een evenemententerrein, een skatebaan en een groot grasveld. Sportpark Tientweg Oost is bestemd voor de paardensport. Naast de longeerbak beschikken ze ook over een rijbak en een groot stuk grasveld. Op het sportpark wordt ook jaarlijks het Huttendorp voor de jeugd georganiseerd. Sportpark Tientweg West, Lekkerkerk, heeft 3 voetbalvelden, waarvan 2 met kunstgras. Tevens zijn er jeu de boule banen en een pannenveld. Sportpark Tientweg in Krimpenlek heeft 3 voetbalvelden, waarvan 1 met kunstgras. Nou is dit specifiek voor Krimpenlek en Lekkerkerk. Zou het ook wat zijn voor andere gemeentes in de Krimpenerwaard? Er is nu natuurlijk een onderzoek gaande eigenlijk vanuit de gemeente om te kijken naar sportbeleid en accommodatiebeleid. En daar hebben natuurlijk wij onze mening over. En wij zien daar wel wat in, want wij denken dat het voordelen heeft. Maar de gemeente is het uiteindelijk bepalend hierin. En die zullen een beleid uitzetten en dat volgen wij. Want wij hebben natuurlijk wel prestatieafspraken met de gemeente. Dus we doen niet zomaar wat. Nee, natuurlijk. Dat is natuurlijk niet mogelijk. Ja, wat had jij? Nou, ik wilde even zeggen dat het een prachtige film is. Want uiteindelijk brengt dat heel goed in beeld wat jullie eigenlijk, of waar jullie voor staan. En ik heb gehoord dat het door AMATW Producties is gemaakt. En je ziet gewoon de goede beelden. Dat is eigenlijk dat ik dacht van, je kijkt het even met plezier aan. Van wat doe je eigenlijk voor werk? En dat zeg je allemaal in deze film. Ja, we hebben proberen te verbeelden. En daarom hebben we ook allemaal gebruikt. Omdat een beetje ook de jeugd wil natuurlijk liever een filmpje zien dan dat ze... Ja. Zware stukken gaan lezen. Dus daar willen we ook een beetje op inspelen met iets visueels. Ja. Buiten de nieuwe kleedkamers bij Dilettant, zijn er nog andere grote projecten op het programma? Of, Ja, ik denk een van de belangrijke dingen, maar daar zijn we al een langere tijd mee bezig. Maar voor onze parken houden we eigenlijk een open parkbeleid. Dus we willen in principe dat iedereen er gebruik van kan maken. Ja. En we willen niet graag hekken eromheen. We willen gewoon dat mensen, als ze in de vrije tijd komen en het wordt niet gebruikt, dat ze gewoon eventjes naar binnen kunnen en misschien eventjes gaan skileren of misschien even in het zand eventjes gaan spelen, zeg maar. Ik bedoel, we krijgen ook wel eens opa's op bezoek. Die gaan met een klein kind dan even op de skielerbaan eventjes leren fietsen of van alles en nog wat. We willen wel dat het voor iedereen is en dat het ook bij iedereen, iedereen betaalt er eigenlijk aan mee en de gemeente geldt. Dus het is ook van iedereen. Dus we willen dat met elkaar delen en ook netjes met elkaar omgaan. Dus daar zijn we ook druk mee bezig om dat nog steeds verder te ontwikkelen. Ja. Hoeveel geld gaat erin om? Wat moeten we aan denken? Wat qua subsidie of qua omleid? Qua subsidie, dat is zo'n 2 ton, zeg maar, wat er ongeveer aan in zit. Ja. En qua wat er geld in gaat, dat is in principe komt allemaal van de gemeente. Dus okay. Is, de gemeente, zeg maar, die bepaalt wat er geïnvesteerd wordt, niet geïnvesteerd wordt. Dat doen we altijd in overleg met elkaar. Okay. Dus jullie denken wel dat het wat zou zijn voor andere gemeentes? Zoals, maar dan word je groter. Is dat de bedoeling ook? Dat je groter gaat groeien als SVN? Nou, ik denk niet dat wij groter willen worden. Wij willen plaatselijk blijven. Dat vinden we ook belangrijk. Dat we plaatselijk de mensen kennen. En dat we gewoon, als we ergens komen, dat mensen ons ook aanspreken. Maar wij denken wel dat op elke plaats, zeg maar, zal er een plaatselijk iemand kunnen zijn die daar weer bekend mee is. En dan er misschien een overkoepeld orgaan is van de gemeente. Die dat dan weer allemaal, zeg maar, met elkaar coördineert. Ja, in elke kern coördinator als het ware en dan 1 overkoepelend orgaan. Ja, maar het moet wel plaatselijk blijven, want binnen onze gemeente is niet alles hetzelfde. Ik bedoel, Lekkerkerk en Schoonhoven zijn niet hetzelfde en dat is niet negatief bedoeld. Maar er wonen andere mensen, andere wensen, zeg maar een beetje. En daar wil je wel een beetje bij aanslaan. En het is niet dat we een eenheidsworst gaan. Nee, natuurlijk. Dus we blijven het volgen, hoe dat in zijn werk gaat. En we hopen maar dat het inderdaad nog breder gaat worden met wat andere gemeentes ook daarvan jullie kennis kunnen profiteren, denk ik. Wij staan er open voor. Dus, hartelijk dank dat jullie hier wilden zijn. En veel succes met SVN. Dank je wel. Dank je wel. En we gaan weer verder met muziek, geloof ik. We hebben weer een muzikale... Ja, we hebben wel muziek, maar op andere manieren. Ja, op andere manieren. We gaan niet... Nee. Ik denk niet dat de jongens gaan zingen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is wel... iedereen raakt helemaal in paniek, maar dat is helemaal niet Nee, maar het heeft wel met maar muziek het zijn te maken. Natuurlijk allemaal wel mensen die van muziek weten. Of bijna van
muziek maken. En misschien kunnen ze ook wel muziek maken. Want ja. Dat weet ik natuurlijk ook niet, hè? Nou, maakt niet, maar we kunnen het wel proberen in ieder geval. Ja, proberen wel, ja. Uit de speakers te laten komen. Dat proberen we in ieder geval. En onze eigen draai eraan te geven natuurlijk ook, hè. Dat, je ziet het al, de mannen nemen gelijk over. In ieder geval de ex-La Grotta, Arie Sterk, voorzitter geweest van La Grotta. Ja, ik ben jaren voorzitter geweest. Ook eigenlijk niet de officiële oprichter, maar ik ben wel de aanzetter geweest, om het maar zo te zeggen, van het van de eigen jeugd, zo die tijd. Dirk Nomen, jij was DJ. DJ daar, ja. Alleen maar daar, toen. Nee. Ook landelijk voor Sam & Green. Ja. Ja. En Arif Dood, en broer, was niet betrokken bij... Maar jullie hadden weer wat anders. Nee, wij waren niet, we zaten toen niet bij La Grotta. We hadden toen juist Discolotus. Dat was eigenlijk meer... Ja, gelijk op een beetje. Dus ja, Discolotus en concurrent. Ja, concurrent. Dus niet eens bij elkaar? Nee. Dat was juist een leuke strijd, hè? De zaterdagavond waren ze de drukste. Oh ja, werd het dan ook geteld? We moesten natuurlijk intreden, dus we wisten precies wat er, hoeveel mensen er binnen waren. Dus dat was altijd wel een... je probeerde altijd natuurlijk degene te zijn met de meeste mensen, toch? Maar dat, ja, zo werkt dat overal. Ja. La Grotta. Ja, La Grotta. Van mij even een vraag. Waar komt de naam vandaan? Oeh, dat is een hele goeie. Zo niet durven nou, zeggen. In begin hadden we een bestuurslid. En we moesten eigenlijk nog een naam hebben. En die had opeens in gedachten... Ja, juist zo, is misschien een beetje donkerachtig. En hoe die er... Precies, dan kwam weet ik niet meer. Hij zegt La Grotta. Ik zeg, klinkt leuk. Dat is een typisch iets oude kerk. Ja, met de berenkuil, ja. En toen hadden we ook iemand die kon er, die hebben er toen ook het logo bij gemaakt. De fakkel met daarbij de stralen van het vuur erbij. Ja. En ja, met een toen gebruikelijke lettervorm. En het hele gebeuren sloeg ontzettend goed aan. Ja. Wij hebben altijd getracht om het de jeugd gewoon naar de zin te maken. Zonder veel poetspas met allerlei moeilijke dingen. Gewoon een gezellig avondje weg. En daar heb Arie met zijn broer ook altijd voor gestaan. Nou hebben jullie daar heel veel foto's meegenomen, heb ik begrepen. Laten we er heel even naar gaan kijken. Wat hebben jullie meegenomen? Ik denk... Ik heb wel uitleg gegeven, denk ik. Ja? Als het, Zal ik dat doen? Dat is de allereerste soos. Dat was een oud schoolgebouwtje wat in de Oude Kerk stond. En daar heb ik toen met die toenmalige bestuurslid ook voor gestaan. En daarbij bij de gemeente aangegeven dat we dat heel graag wilden hebben. Okay. En toen werden we op het gemeentehuis geroepen. En burgemeester? Bakker? Bakker, ja. En de welbekende Piet Stam was dat toen nog. En Piet Heer, en volgens mij en Henry advocaat, ja. Ja, okay. Ja. Dus dit is eigenlijk het eerste en nu is het dan de tweede? Dit is het tweede gebouw. Okay. En, want het eerste was eigenlijk vrij snel kapot eigenlijk. Ja, zo. Dat was al op leeftijd, dat gebouwtje. En het is allemaal met vrijwilligers gedaan. We hebben toen een startsubsidie gehad van de gemeente. En daar hebben we dat eigenlijk allemaal van opgezet. Ja, ja. Hoeveel mensen konden daar naar binnen? Nou, als we 100. Nou, dan had je echt, was dat stamvol. Bij volle avond hadden we zo'n 160 man, maar er stond natuurlijk heel veel buiten op het terras. Ja. Het voordeel van het gebouw was dat het op veengrond stond. En als we binnen een flink feest hadden, dan golfde dat. Dus dan stond je buiten vanzelf mee te doen. Dit is eigenlijk allemaal van de bouw. Ja. Dit was een 5 mei optocht, hebben we toen ook meegedaan. Oké. Daar zie je ook een stuk van het logo. Dit is ook weer de bouw. Je ziet, ik heb die foto's ook allemaal bekeken. Mm. En als je nu die foto's terugkijkt, dan denk ik bij jou, ze zijn toch nog wel aardig terechtgekomen, de meeste toch? Ik zeg dat heel vaak. Als je zag wat wij in het weekend voor feest vierden en wat daar genuttigd werd, kan je nu wel zien. Ja. Dit is nog een bescheiden foto. Dit is een bescheiden foto. Zo vonden we iedere zondagmorgen onze eigen sociëteit. Ja. En dat was met elkaar ook weer schoonmaken. Maar als je ziet hoeveel lol wij hebben gehad en wat er gedronken werd. Dat was gewoon, gewoon leuk. Maar er gebeurde nooit iets. En iedereen, zeg ik wel eens meer, is gewoon goed terechtgekomen. Ja. Zoals nu wel eens krampachtig wordt gedaan over alcoholgebruik. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat het coma drinken niet is. Want dat gebeurt, dat zie ik zelf ook als ik zat op te treden. Hè. Is het wel eens een graadje te veel. Alleen ja... Ik zeg wel van, wij hadden elkaar gewoon in de gaten en natuurlijk moest je soms wel eens sturen,
Maar iedereen is gewoon goed terechtgekomen. Ja. En dat is erg leuk om terug te zien. Jij draait nog. Jij ook nog, Harry? Nee, wij zijn in 88 zijn we ermee gestopt. Dus dat wordt voor dus jou is voor ons echt een. Ja, daarna nooit meer na 88 meer gedaan? Nee, nooit voor de rest mee gedaan. Oh, jullie moeten ook nog oefenen. Anderhalf jaar geleden op je verjaardag. Ja, 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 oké. Okay. Maar voor de rest geen feestjes meer of dat soort dingen. Daar ben ik toen helemaal mee gestopt. Maar wel voorbereiding nodig voor die avond? Nee. Gewoon doen? Nee. Samen met Dirk en Jan gaat dat helemaal goed komen. Nou, je had het daar straks over plezier, maar jullie met z'n vieren stralen ook dat plezier uit. Hè? Dus dat is ook helemaal niks aan veranderd. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Maar jullie zijn hier natuurlijk, want er komt een. Disco Reunion komt eraan. Vertel. Klopt. Wie wilde wat vertellen? Nou, het is eigenlijk begonnen op een feestje. Dat we zeiden van nou, we moeten eigenlijk daar nog eens een keer wat mee gaan doen. En al vrij snel was het gelijk besloten van nou, dat gaan we doen. We hebben een datum geprikt. Nou, en zodoende is het eigenlijk gaan rollen. En ja, hopen we op een volle bak. We hopen op een volle bak. En hoeveel moeten we dan denken? Volle bak? 100? Nee. We zitten nu al aan bijna 500 kaarten die we verkocht hebben. Dus en we hopen er 700-800. Kan dat allemaal in de 3 maanden? Dat kan allemaal in 3 maanden. Ik heb met Gerard Joling en dat soort evenementen natuurlijk die bak vol gehad. Ja. En dat was rond 800. En denk je niet dat, dat zal natuurlijk waarschijnlijk gebeuren dat je dan denkt van, oh ja, dat is die ook weer. Dat zal dan zo zijn op zo'n reunie natuurlijk. Ja, dat zit er dat je denkt van, hoe ziet die er ook nu weer uit? Ik denk dat ze allemaal een beetje ouder geworden zijn, hetzelfde wij, hè? Ja, soms kan het verrassend positief zijn. Wanneer is het precies begonnen? En tot hoe lang hebben het geduurd? Ik bedoel, de La Grotta? Ik denk dat het 12 jaar geleden of zo gestopt is. Ja. En ik was 21, dus dat is in 83 geweest. In de jaren 80, dat ik begonnen ben met draaien. In de jaren 80. Maar precies, die jaartallen, dat is bij mij. Nou, dat doet er eigenlijk ook niet zo. Maar dat vinden wij ook niet belangrijk. We hebben gewoon een gigantische leuke jeugd gehad. Ja. Met heel veel. En ook een generatie na ons heeft het nog erg leuk gehad. En de impact die het nog steeds heeft, de naam. La Grotta. Van de mensen die er zijn geweest, is gewoon gigantisch. Ja. We krijgen zelfs. Er komen ouders om kaartjes halen, want die zijn. De toenmalige leden zijn verhuisd naar Groningen. En die komen ook gewoon. Ja. Dus er kunnen nog veel meer mensen bij eigenlijk. Dat is echt een echte reunie gaat dat worden. Ja, ja, en ik heb gezien, hè, er staat toegang naar 30 plus. Ja. Mag ik nog niet komen dan? Nee, maar we maken uitzonderingen. Dan. Maak je uitzonderingen over, gelukkig maar. Dus jullie rekenen in ieder geval op een hele volle bak daar in Ouwekerk in 3 maanden. En wanneer was de datum ook alweer? 18 maart. En dat duurt nog even, dus die rest van die kaart wordt allemaal verkocht. Hoe kunnen zij aan de kaart komen? Via de bar van de 3 maanden. Woon je te ver weg, kan je een mailtje sturen naar info@ddd-entertainment.nl. Helemaal goed. Duidelijk. Wij danken jullie natuurlijk heel hartelijk dat jullie uitleg hebben willen geven. We vinden het fantastisch dat jullie zo waren met de jeugdige uitstraling die er dan is en was. De reunie, heel veel succes daarmee. Dankjewel. En we gaan nu nog even. Dat gaan we doen. Jullie blijven gewoon lekker zitten. De zaal zit ook nog vol. Dat was het namelijk voor vanavond. En ik vond het met Nico een hele leuke avond. We hebben eigenlijk heel veel plezier gehad. Ik hoop jullie ook. En wil je namelijk ook nog terugkijken, dan kan dat, hè? Op de website van rtvknippenenwaard.nl. En als je suggesties hebt voor een programma, dan kan dat altijd. En je mag hem zelfs hierbij komen wonen. Dan stuur je een mailtje naar redactie@rtvknippenenwaard.nl. En we gaan met z'n allen nog luisteren even kijken naar. Succes. De schoorsteenveger. Okay. En dankjewel voor uw aanwezigheid allemaal. Nou mensen, die hondje mag van mij erbij hoor, als het moet. Ogen van mensen zijn bruin, of ze zijn blauw. Ogen vertellen van liefde en van trouw. In ogen daar lees je het geluk of soms verdriet. Ogen vertellen zoveel wat iemand niet ziet. Als ik in jouw ogen kijk, weet ik wat jij wil zeggen. Als ik in jouw ogen kijk,
hoef je niets uit te leggen. Als ik in jouw ogen kijk, weet ik jij houdt van mij. Als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik me zo blij. Ogen van mensen zeggen je soms wat je voelt. Ogen vertellen je meer dan je bedoelt. In ogen daar lees je de liefde en soms de haat. Ogen vertellen zoveel als iemand niet praat. Komt er erbij? Als ik in jouw ogen kijk, weet ik wat jij wil zeggen. Als ik in jouw ogen kijk, hoef je niets uit te leggen. Als ik in jouw ogen kijk, weet ik jij houdt van mij. Als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik me zo blij. Als ik in jouw ogen kijk, weet ik wat jij wil zeggen. Als ik in jouw ogen kijk, hoef je niets uit te leggen. Als ik in jouw ogen kijk, weet ik jij houdt van mij. Als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik me zo blij. Als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik me zo blij. Ja, dank u wel, dames en heren. Dan misschien ook even een gelegenheid voor hem maken. Dus vrijdag 17 februari in Cultureel Centrum het kwartier in Stolwijk. Mijn singlepresentatie. Dank u wel.